Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Diamond SN6. Op dit moment speel ik een kill confirm potje, zoals je zelf ook wel kan zien. Alleen, wat wij natuurlijk nog moesten doen om de SN6 goud te halen, of diamond te halen, is wij moesten er nog kills mee maken zonder perks en zonder attachments. Ik heb dus nu geen perks en geen attachments aanstaan. Wat natuurlijk kills maken vele malen moeilijker maakt. Maar we hebben de kills nodig. We moeten er volgens mij in totaal ongeveer 70, 80 kills mee droppen. Dus ik hoop natuurlijk dat we er zoveel mogelijk per potje mee kunnen krijgen. En dan kunnen wij die Diamond Camel gaan vrijspelen. Dus als je deze video leuk vindt, ram dan natuurlijk sowieso kaart op het lijken op, dat helpt mij enorm. En dan gaan we weer kijken hoeveel kills we kunnen droppen, jongens. Hoe meer, hoe beter, zoals jullie natuurlijk zelf ook wel weten. Hoe meer, hoe beter. Alleen het is zo moeilijk, jongen. Ik heb geen quickzone meer. Ik heb geen advanced rivaling meer. Ik heb geen rapid fire meer. Ik heb sowieso geen perks meer. Want natuurlijk echt, dat is toch het allermoeilijkste. Want perks, dat wil je wel graag hebben namelijk. Want dat zit er niet voor niets in natuurlijk. Dus dit is best wel moeilijk. Ik zag ze aankomen, jongen. Ik mis echt zoveel dingen nu, jongen. Oh, ik heb ook allemaal kutstreaks aangezet. Omdat ik gewoon heel veel punten over had. Dus ja, die streaks gaan we sowieso niet halen. Want ik heb geen perks en attachments. Maar... wat we wel kunnen doen, en wat we altijd doen, is natuurlijk onze best. Want daar is weer een killetje. Ik moet gewoon zoveel mogelijk kills op gaan pakken. Of ik dood ga, ja of nee, dat boeit niet. Als ik maar één kill per leven pak. Hoe meer, beter. Maar één kill minimaal. Gewoon minimaal, dat moet. Zodat dat nou... what the fuck? Zodat dat nou een kill op een camper is. Of een kill op iemand die erop afloopt. Dat maakt niet uit. Zolang ik maar een kill pak. En er was nog een hipfire kill ook, dus die telt weer mee voor onze challenge. Ga mij die doctek maar. Dat doen we dus even niet. Maar jij bent de mogol die op me afkomt. Ik wacht er gewoon een beetje op. Want ik weet dat die enemies er graag op afrennen. Dus dan kan ik ze beter even opwachten en dat ik de kill kan pakken. In plaats van nog een kaart in te rennen en dan dood te gaan natuurlijk. Dat is eventjes mijn tactiek hier, hoor. Dus gewoon wachten, laat hem maar komen en dan hop, dan krijg je een assist. Teammate, daar heb ik dus niks aan. Ik vind het heel leuk dat je ook probeert te killen. Maar voor deze ene keer had je er even de kill niet moeten maken. Dat vond ik fijn. Zit er hier nog één. Ik weet alleen niet waar. Oké, teammate heeft hem. Geef mij die doctek dan. Hey, ik heb gewoon streaks, man. Ik heb gewoon streaks gehaald. Vraag me niet hoe, maar ik heb gewoon streaks gehaald. Ik vind het goed, jong. Ah, jammer. Ik had bijna al mijn streaks. Ik heb gewoon allemaal random shit aangezet. De laagst haalbare streaks namelijk. Want ja, meer ga ik toch niet halen hiermee. Hoeveel kills hebben we al? Al 11. Oké, chill. Nog een Esseldrone. Yo, ik heb nog een... jammer, jongen. Ik heb mijn Esseldroontje nog. Oké, die gaan we niet inroepen. Want ik moet er nou ook zelf besturen. Dus dat kost me te veel tijd. Maar ik moet die kills oppakken. Yes, dubbel kill. Nice. Er is eigenlijk niks speciaals aan de dubbelkill, maar zonder perks en de attachments wel, vind ik. Dat is fucking lastig, man. Lekker! Wat was dat, een assist? Serieus? Dat is fucking mijn kill! Ik zie iedereen voor me neervallen, man, en ik krijg de kills nu niet. Deze kill is van mij, hoor. Deze kill is fucking van... oké, nevermind, die kill is niet van mij. Deze wel dan. Nee, weer een assist. Deze wel dan. Nee, weer een assist! Serieus! Fucking teammates! Gun mij een fucking kill! Dankjewel, ik heb kills. Wow! Ik heb gewoon weer een assault drone, jongen. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik haal gewoon mijn streaks. Ik heb gewoon kut streaks aanstaan, maar dat maakt niet uit. Ah, net mijn laatste kogel. Oh, lucky bastard, Jan. Oké, dan. Even mijn streaks inroepen, want ik heb ze nu toch staan. Dan kan ik ze net zo goed even inroepen. Ik heb toch geen ammo meer, dus ik moet toch dood. Dus. Dan ga ik ze even inroepen, hè. Hoppa. Oh, what the fuck? Oh, nee! Nee! Kutstreak. Fucking kutstreak. Ik heb nog een carepacks, though. Die gaan we even inroepen. Oh, allemaal assists, hè? Allemaal, jongen. Ik heb nog een care pack, dus daar heb ik ook weer helemaal niks aan die streak.
Ik roep alleen streaks in die ik niet zelf hoef te besturen, want anders kost het te veel tijd. Namelijk, kill me even dan. Oké, ik schiet je nog dood ook, terwijl ik alles misschoot, maar oké. Ik moet dood, jongens, hier ben ik. Ja, dank je. Dan hebben we weer ammo namelijk. Oh nee, ik roep hem per ongeluk in. Fuck. Nou, zal ik even één iemand taggen dan? Even één iemand taggen, dan gaan we weer uit. Eén iemand, daar loopt er één. Hop, getagd, wow. Hop, getagd, wow. Oké, die zijn getagd, dan zijn we er weer uit. Staan ze nu op de minimum, kijk maar, dan lopen ze ergens. Leuke streak, alleen je hebt er geen zak aan. Maar het is wel een leuke streak. Een streak waar je helemaal niks aan hebt. Dat loopt dood, vriend, daar kan je niet in. Nice. Oh, even reloaden hoor. Want hier... Wat een lul, jongen. Oh, heerlijk. Wat een dildo. My doctor. Ik heb alweer een UAV. We hadden gewoon al zijn streaks, man. What the fuck? Dat is helemaal niet de bedoeling, maar ja, ik vind het wel goed. Ik zeg niet dat ik het erg vind. Ah, hij is geliefd. Ik kill hem. Ik kill hem zonder perks en attachments. Liefde hij het potje, man. Omdat hij geen zin meer had. Ah, oh, bijna, jongen. Ik haat je bijna, jongen. Oké, nog een carepack dan maar. We gaan echt nog lekker. Hier, ik sta 22 om 9. We hebben natuurlijk niet heel veel kills. Alleen, what the fuck? Oh, ik kan hem nog een keer doen. What the fuck? Ik kan mijn carepacks in blijven roepen omdat ik op deze plek sta. What the fuck? Dan komt dat hij in de boom komt, maar dat kan helemaal niet. Dus ik kan hem blijven inroepen, kijk maar. What the fuck? Oh, nu is hij er wel, hè? Een vulken, nou. Daar had ik dus helemaal niks aan, what the fuck man. Ik kon hem blijven inroepen omdat hij net in de boom kwam. Glitch. Bitch, deze keer heb ik je wel. Nog iemand die dood wil? Nee. Nee, ik zie niemand. Oké. Dat was hem dan. Dat vond ik wel even leuk. Hop, weer een killetje erbij. Hop, nog een killetje erbij. Zit er nog iemand? Nee? Oké, nice. We spelen nog tegen 3 enemies, want iedereen is namelijk geliefd. Ik weet niet waarom niet, want ik heb geen perks en attachments. Dus ze kunnen me eigenlijk makkelijk killen. Ze doen het alleen niet. What the fuck, die staat gewoon naast me, man. Ik heb weer een carepack. Kijk of het nog een keer werkt. Hier kan staan. Nou, nu inroepen. Kijk of het nog een keer werkt. Dan ga ik lachen, man. Kijk, dan komt hij weer aan. Werkt het nog een keer? Ja, het werkt nog een keer. Oké, dan. Oké, dan. Nog één. Oh, fuck. Fuck. Oh, nu is hij wel gedropt, mijn carepack. Fuck, wat zit erin? Oh, die hoef ik toch niet. Die mag iemand anders hebben. Wie hem wil, gaan we ophalen, jongens. Gratis even niets. Gratis carepacks. Wie wil dat nou niet? Tja. We spelen nog tegen 3 enemies. Alleen ze kunnen helemaal niks, jongen. Het potje zit er volgens mij op als we nog 1 dog tackle pakken. Ah, ik heb nog 1 kill. Ja, yeah, nu is het potje erop. Nog uno kilo op kunnen pakken. Dat was al een leuke glitch, man. Ik gooi net mijn carepacks in de boom. Maar we hebben dus nu veel kills gemaakt zonder perks en zonder attachment. Wat dus best wel moeilijk is. Alleen de vraag is, hoeveel moeten wij er nog? Dat is een hele goede vraag. Zo, dikke lek killcam. Dus ik ga even kijken bij mijn stats, want ik ben best wel benieuwd namelijk. 28-11. Zo, één dokter heeft 40 confirms. Of één dokter heeft 40 confirms. Eén teammate heeft 40 confirms. Holy shit. Hij heeft 41 kills en 40 confirms. Heeft hij gewoon elke dokter opgepakt, die vent. Haat er zin in. Oh, we hebben wel een nieuwe camo. Oeh. Dat vind ik wel leuk. We hebben wel een nieuwe camo. Even kijken hoor. Wij hebben de Woodland Camo, wat inhoudt dat we alle hitfire kills hebben gemaakt. Dus dat is natuurlijk ideaal. We hebben 59 headshots van natuurlijk de 80, dus dan moeten er nog 21 van. Wij hebben 107 kills zonder perks. En wij hebben 144 kills zonder attachments. Wat inhoudt dat wij nog 43 kills moeten zonder perks. En nog 56 kills moeten zonder attachments. Dus het gaat snel op deze manier. En dan hebben we natuurlijk de Diamond Camo vrijgespeeld. Zoals jullie hebben genoten van deze aflevering, ram dan natuurlijk sowieso kijk op die like knop. En ik hoop jullie ook weer te gezien bij de volgende aflevering. Of bij een andere video, mensen. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.